Ze gaan bijna van start. De historische Spelen in Woerden. En de acteurs, die hebben er zin in. Ja, we dibbe, 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 dom. En dat is niet zonder reden. Ze hebben er hard voor gewerkt. Alle vrijwilligers die meespelen in het toneelstuk. Een toneelstuk over de vrede van Utrecht. Want komt die vrede nou wel of niet naar Woerden? 1713, eindelijk vrede, is de naam van ons stuk. Het speelt zich af in 1713 en de vredesonderhandelingen zijn bezig in Utrecht. Maar om even te ontsnappen aan de onderhandelingstafel in Utrecht, denken alle hoge heren, we gaan even ontspannen, we gaan lekker naar Woerden toe. En dat brengt allemaal misère met zich mee, allemaal ellende, maar ook hele leuke dingen. Het belooft een spektakel te worden, met een groot decor en een hoge toren waarvan uitgezongen gaat worden. We zijn al een week non-stop bezig met de bouw van dit gigantische theater. Vandaag is de tribune erbij gekomen en we zijn met een hele grote groep mensen bezig om dit allemaal te bouwen. Dit is namelijk het oude stadhuis van Woerden. Misschien herkennen mensen het wel aan de luikjes daarboven. Die is dus helemaal op schaal nagebouwd. Maar wij gaan er even doorheen naar de backstage. We zijn weer aangekomen in het backstage gedeelte. Hier kun je de stutting zien van het hele decor. Het ziet er minder florissant uit dan aan de voorkant natuurlijk. En we zijn weer in een backstage tent aangekomen. Hier vertoeven zometeen 120 mensen die dus gegrimd moeten gaan worden en zich omkleden. Alle kostuums komen ook straks hier. Dan hebben we hier de grimtafels. En hier gaat ons grimteam zometeen alle spelers grimen. We mogen dat natuurlijk geen schmink noemen, want dat is voor clowns. Dan hebben we natuurlijk ook nog kleedkamers. Dat hebben we opgesplitst. We hebben redelijk veel mensen natuurlijk in onze groep zitten. We komen hier bij de dameskleedkamer. En wees niet bang, er is nog niemand, dus het komt helemaal goed. Dan gaan we nu naar de herenkleedkamer. En die is hier. En ons pronkstuk van het stuk natuurlijk onze toren uit Leeuwarden, de kerktoren uit Leeuwarden. En we gaan even boven kijken. We hebben die toren erin gezet omdat we ook delen van de scènes hebben in Leeuwarden. Maar we kunnen natuurlijk geen decor verplaatsen. Dus daarom hadden we een plek nodig waar we Leeuwarden konden spelen. En dat is op de toren. Dus zodra de mensen op de toren staan, zijn ze in Leeuwarden. En dan kunnen we makkelijk schakelen naar andere scènes terug naar Woerden. 3 jaar geleden hadden wij een tribune met houten planken waar je op zat. Maar dit jaar zijn we wat geïnnoveerd en hebben we zo'n kuipje. Dus je zit hartstikke lekker naar deze mooie voorstelling te kijken. Je krijgt nog een dak boven je hoofd, die is er nu nog niet. Maar mocht het gaan regenen, daar gaan we niet van uit, zit je ook nog droog op deze heerlijke tribune. Maar wanneer kunt u bij ons stuk komen kijken? Woensdagavond hebben wij de première om 8:45. Dan hebben we donderdagavond een show, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. En vanaf 4 juni kunt u ze kopen aan de deur op het veld voor €12,50. En het wordt gewoon een hele gave show.